Lamar Photography is een studio eigenlijk, een fotostudio, waar ik deel van uitmaak samen met mijn broer. We zijn twee fotografen die enorm gepassioneerd zijn en enorm energie en branden van passie. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al een fotografie-duo? We zijn eigenlijk al van geboorte zijn we een duo. Mijn broer is twee jaar jonger. Zo hecht samen? Ja, mijn broer is 2 jaar jonger dan mij. En, want die is vandaag zitten in Geneve, dat is de weekend weg. Ook voor een opdracht, dus vandaar dat hij er niet bij kon zijn. Maar we doen echt alles samen. We bespreken ook alles samen, dat gaat van privézaken met probleempjes met onze vriendinnetjes tot zakelijk. Hoe gaan jullie als duo eigenlijk te werk? Is het, een idee komt eigenlijk van een van jullie tot stand en hoe gaat het? Vertel eens hoe dan zo'n meeting tussen Rashid en Moes eigenlijk in zijn werk gaat. Dat is eigenlijk heel grappig, want die meetings gebeuren altijd meestal in twee fases in een dag. Waar we elkaar eigenlijk continu ontmoeten en dat gaat onze standaard tafel moet eruit zien, hè. Dat moet heel veel koffie zijn en dat is eigenlijk onze benzine, zeg maar, om je wakker te houden. Om je wakker te houden en tot ideeën te komen. En dat is 's morgens en helemaal 's avonds, dus juist na slapen, juist dat bij het opstaan en voor het slapen gaan. Dat zijn de twee momenten waar we echt heel veel zaken concreet maken en heel veel zaken bespreken en heel veel zaken, ook nieuwigheden, ideeën, dromen. We hebben echt een dromenboekje waarin heel veel op staat. Ik denk dat wij echt dat wij gerust 200 jaar mogen worden voordat we echt al die ideeën kunnen uitwerken gewoon. Ik wil even teruggaan naar jullie bekende foto eigenlijk, Ramadan in beeld, Evolution noemt dat. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Hoe is dat idee tot beeld eigenlijk tot stand gekomen? Ja? Dat is inderdaad dat is eigenlijk de introductie van onze manier waarvan dat wij denken, dat is concept photography. Dat is eigenlijk dat is een verhaal in een beeld. Ik kan er een heel boek over schrijven, maar dat ga ik nu niet doen. Ik kan er ook een heel uur over beginnen vertellen, dat ga ik ook niet doen. Maar er is enorm veel denkwerk rond geweest, rond die foto. Er zijn enorm veel tassen koffie bij gepaard geweest. En, maar de bedoeling was echt om de modale moslim, ook heel veel van in onze vriendenkring, nu ondertussen, hè, er zijn heel veel kunstenaars tussen en heel veel mensen die bezig zijn rond film, rond theater, rond... Mijn oudste broer is ook trouwens een acteur. En, maar die echt heel streng zijn in hun geloof, dus die echt ook niet drinken en niet roken en niet... heel veel zaken die echt zo streng zijn en waarvan dat eigenlijk... Dat wordt niet verwacht van een kunstenaar. Als je een kunstenaar bent, wordt van u verwacht dat je eigenlijk juist alles opzij schuift om gewoon voor die passie te leven. En daarin alles gebruikt en misbruikt waarschijnlijk, ik weet niet wat dat ook is. En wij wouden dat idee eigenlijk weghalen. Ik heb ook heel veel vrienden van mij die enorm, enorm gelovig zijn, in de zin van die echt bijna dagelijks in de moskee zitten, die ook een lange baard hebben enzovoort, die heb ik ook als vriend. En die mij ook aangesproken hebben toen ik mijn jobverandering gedaan heb. En die ook dat doe je niet. Allee, je had zo'n goede job en je had zo dit en zo dat. Waarom ga je nu voor iets dat waarschijnlijk niet halal is, zoals ze zeggen? Ja. Wat deed je vroeger, voordat je fotograaf werd? Ik werkte voor de Vlaamse overheid. Ik was beleidsadviseur binnen de thema's diversiteit en inburgering. Waarom ben je eigenlijk fotograaf geworden? Ja, het is gegroeid uit hobby, hè. Het is gegroeid uit een passie. Dus ik had op een gegeven moment geen keus meer. Dus ik had als hobbyist, als hobbyfotograaf heb je echt grenzen. Dus je hebt dat in alles zo. Ook een voetballer die kan niet blijven gewoon voetballen omdat hij het leuk vindt. Op een gegeven moment zijn er andere verantwoordelijkheden, andere prioriteiten die hem die tijd zullen innemen. En dan moet je kiezen. Die moet kiezen. Of ik steek meer tijd in mijn gezin en in mijn werk enzovoort enzovoort. Of ik ga nog extra gaan voetballen. Terwijl het me eigenlijk alles al kent en het echt louter doet als conditie. Bij mij was het ook zo, het is een hobby, maar op een gegeven moment neemt het zoveel tijd van je in, omdat je doet het als hobby, daarnaast krijg je wat opdrachtjes die je ook leuk vindt, maar ja, je hebt nog zoveel andere verantwoordelijkheden in dit leven,
dat je zegt van oké, ik moet keuzes gaan maken. En dat is eigenlijk de keuze toen van mij geweest om, ik ga dat professioneel gaan doen. Je wordt geïnspireerd door religie in je werk, de islam en kunst, gaat dat samen? Of religie en kunst, gaat dat samen? Ja, zeker en vast. Ik zeg altijd van ja, we invented it, let's finish it. Kunst is altijd al een deel geweest van de islam, of islam een deel van kunst, maar ik denk meer andersom. We waren voorgangers geweest rond de kunst. Wij, de vroegere generaties, de vroegere dingen van de moslims van vroeger, we waren op zoveel zaken enorm vooruitstreden, enorm innovatief. En we hebben dat gewoon losgelaten. En dat heeft niet alleen maar te maken met fotografie, want toen bestond dat nog niet echt, denk ik. Maar architecturaal en literatuur en zoveel zaken. En ja, we hebben het gewoon allemaal losgelaten, omdat wij allemaal denken dat het niet kan. Maar ik ben ervan overtuigd. Ik ben echt 100% van overtuigd. Waarom kon het niet? Waarom dacht je dat het niet kon? Dat is wat ze ons wijs maken. Hè. Wie zijn natuurlijk ze? Dat is een goede vraag. Tot op heden ben ik er eigenlijk nog niet aan uit. Maar ze hebben het ook wijsgemaakt aan mijn ouders, waardoor we eigenlijk geen kunstopleiding hebben kunnen volgen. Tot op vandaag de dag zie ik getalenteerde mensen die nog jong zijn, hè, waarvan ik denk van, maar ga gewoon een kunstopleiding doen. En die niet mogen van hun ouders. Zo, maar kunst en religie, dat is zo. Ik zeg maar nogmaals, zeker als je aan fotografie denkt, hè, 9 van de 10 moslims denkt dan aan naaktfotografie en porno en drank en ik weet niet wat allemaal. Terwijl we daar nooit mee in contact zijn gekomen. En natuurlijk, als fotograaf is dan op dat moment beter. Maar leg het maar eens uit. Hè. Leg het maar eens uit aan je ouders dat het niet zo is. Hè. Want zij denken altijd van ja, maar het zou wel kunnen. En dat risico willen ze echt niet nemen. Werden jullie van thuis uit gestimuleerd om eigenlijk de richting van kunst, fotografie uit te gaan? Nee, totaal niet eigenlijk. Zeker in het begin. We zijn een heel traditioneel gezin, een heel traditioneel Marokkaans gezin. Heel religieus opgevoed? Heel religieus opgevoed ook. Heel, heel traditioneel. Papa is de baas, mama volgt. En ik vind het ook leuk. Ik heb daar geen opmerking. Die generatie was zo, ik vind het wel. Maar het heeft zijn charmes. Maar kunst was daar niet echt een onderdeel van. Ik zeg het, mijn ouders zien me liever teruggaan naar mijn oude stoel, naar de politiek, dan nu. Maar er is wel een mentaliteitswijziging. Ook vandaag, nu dat jullie eigenlijk gekend zijn in Vlaanderen? Wel, nu minder. Omdat er is echt mentaliteitswijziging gekomen. We zijn ook heel veel in debat getreden met onze ouders toe, omdat we dat vertrouwen wilden winnen van hen. Er is echt mentaliteitswijziging en er is echt wel een iets van, ik begrijp u. Komt het ook door de erkenning die je dan vandaag krijgt, dat ze nu... Ja en nee, het is al vroeger begonnen dan de erkenning die wij gekregen hebben vanuit de gemeenschappen enzovoort. Maar daarvoor zijn ze echt al bezig geweest van oké, ik kan me herinneren 2 jaar geleden dat plotseling ons vader vanuit de kringloopwinkel terugkwam en zegt van er is een statief te kopen, ja. Moet je dat niet hebben? Terwijl daarvoor was hij de eerste die zegt van ik moet dat hier niet hebben thuis. En ook omdat hij wel ziet van wat we ermee doen. En zeker die evolutiefoto heb ik hem ook echt uitgelegd, hè, op mijn pc gezet en echt uitgelegd van kijk papa, dat is een foto en die gaan we publiceren en ja, kijk. Wat vond hij ervan? Hij vond de foto natuurlijk, ja, de foto zegt hem niks. Hè. Ik kan dat niet smaken, dat is een andere generatie, maar de boodschap. Ja. De boodschap kon hem wel natuurlijk, dat was van, ah ja. En dan was hem plots met een smile naar buiten gegaan en... zeker als ik dan opsom van ja, die land gepubliceerd en dat land gepubliceerd en dat land gepubliceerd, dat was nog veel mooier voor hem. Dus, En trotse papa? Op dat moment wel. Natuurlijk, hij vergeet soms heel snel zaken, maar... Je vertelde daar straks over je dromenboekje. Kan je mij zeggen wat dat je binnen 10 jaar zou willen bereiken? Of wat is je droom eigenlijk? Ik zou eigenlijk heel graag een expo kunnen doen of willen doen in een van de grotere musea. Zal ik maar zeggen, dat is niet binnen 10 jaar. Denk ik. Ik wil heel graag bedanken voor uw tijd die je vrijgemaakt hebt voor dit interview. En u enorm veel succes te wensen naar de toekomst toe in uw fotografie.